Mensen vragen mij eens, wat vind jij leuke muziek? Dan zeg ik, nou, Chris Berry. Ja. Ja, daar is zij. Christel, moet je horen. Marbles, zo heet jouw album. Ja, ik zag jou gisteravond bij het veelbekeken programma. Er schijnen geloof ik veel mensen naar te kijken. De wereld draait door. Daar deed jij de groet aan je ouders die heel ver weg zaten. Heb je nou intussen een reactie gekregen? Ja, ik kreeg een uitgebreide mail. Ik heb mijn moeder uitgebreid gesproken. Ze heeft nog op Facebook een beetje, noem je dat? Laten we het maar charmant noemen. Kus, mama en nou, dat soort dingen. Maar nou ja, heel leuk. Ja, oké. Maar je was wel trots ook. En zij ook vooral op jou. Ja, absoluut. Ja. Nou, dat mag ook wel. Je hebt een album uit, dat heet Marbles. Over boeken gesproken. Er zit ook een boekje bij waarin je uitlegt waar die liedjes over gaan. Ja, de liedjes staan erin. Lees het en weet dat het niet allemaal over rozen en dat soort dingen gaan. Nee, het is allemaal heel persoonlijk ook. Of tenminste, ja, dat denk ik. Ja, het is heel erg, staat heel erg symbool voor alles wat er in mijn hoofd af heeft gespeeld de afgelopen tijd. Ja. Mijn marble. Ja, is dat wat? Is dat heel erg? Of? Nee, het hoeft niet heel erg te zijn. Als je zegt van, ik heb heel veel meegemaakt, dan hoeft dat niet per se iets negatiefs te zijn. Ik ben heel veel op vakantie geweest, bijvoorbeeld. Ja, maar... Oké, daar kan je ook een liedje over schrijven. Die stem van jou, hè, Wanny, want dat is een hele aparte stem, heb je. Zeker als je zingt. Ik bedoel, ik hoor hem nu ook al als je praat. Nou, dat zeg jij. Ik, voor mij is het altijd mijn stem geweest. Ja, nee, maar precies. Een bijzondere stem. Ik ken dat ook. Hè. Als je bij de radio werkt, hoor je stem. Maar dus toch, heel veel mensen horen hun eigen stem natuurlijk vaak niet. Dat vond ik altijd raar. En die vinden dat raar klinken. Maar ik vind het is een hele aparte stem. Wanneer was je daarvan bewust? Toen mensen tegen me zeiden van, je hebt een aparte stem. Ja, zo simpel is het ook al. Ja, het is ook allemaal zo ingewikkeld. Eigenlijk helemaal niet. Dan nog even over dat album. Want daar heb je wel beroemde mensen bij gehaald. Die ook met de Buena Vista Social Club hebben gewerkt bijvoorbeeld. Ja, daar heb ik voor een heel groot deel te danken aan Paul Willemsen. Onze gitarist en producer. We zaten een beetje met onze handen in het haar van de stress eigenlijk. Nadat we die plaat hebben opgenomen hier in Amsterdam. In Amsterdam. Wie gaat dat nou mixen? Er zijn heel veel goede mensen, weet je wel, die heel veel geld kosten misschien. Maar hebben zij die sound waar we zo verliefd op zijn? Ja. Nou goed, toen kwam Paul in één keer met het briljante idee. Maar zeker onhaalbaar klonk het bij mij in de oren. Van, nou, Jerry Boy zou wel echt ideaal zijn. Maar toen dacht ik van, nou ja, dat zou het inderdaad. Nou, toen hebben we hem gemaild. Ik dacht, nou kan ik. En hij deed het gewoon. Ja, hij deed het gewoon. Ja, nou, waarschijnlijk omdat je gewoon hartstikke goed kan zingen. We gaan daar nu weer van genieten. Welk nummer wordt het van dat album? Onze single, tweede single, Love Trip. Dames en heren, Chris Berry. Walking on a love trip. There's something about the way
Mary. Album heet Marbles en daarvan Love Trip. Ga je nog toeren eigenlijk? Kunnen we je ergens zien overal? Kunnen we je overal en nergens zien de komende tijd in het land? Vrijdag de 13e aanstaande in Amsterdam in de Sugar Factory. Onze officiële albumpresentatie. Oh ja, dat is komende vrijdag dus. Komende vrijdag. Oké, en daarna gewoon een beetje toeren in het land. Mensen moeten mij in de gaten houden wanneer je in de agenda staat. Kijk maar naar onze site meetchrisberry.com. Van Groningen tot Beurt Rotterdam.